ben nogal chaotisch. Hoi en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video in het nieuwe jaar. Yay, daar zijn we weer. Het is vandaag 1 januari. En ik vroeg me af, heb jij ook goede voornemens of doelen waar je jezelf echt aan wilt houden dit jaar? Nou, ik ben er ook wel van. Maar hoe bedenk je nou wat je doelen zijn? Ja, als ik terugkijk naar de dingen, de doelen die ik bereik, dan zijn het de doelen die ik het allerliefste wil. Dus als ik iets niet diep van binnen heel graag wil, dan zal ik dat ook niet bereiken. Dus wat eigenlijk het allerbelangrijkste is wanneer je doelen voor jezelf gaat stellen, is maak een lijstje met je doelen. Maar beperk dat bijvoorbeeld tot maar 5 dingen. De 5 dingen die jij het allerbelangrijkste vindt in je leven. Een goede tip als je echt moeite hebt om hier uit te komen. Ik heb het boek gelezen van Erik Bertrand Larsen. Dat is de schrijver van Helweek. Misschien weten jullie wel dat ik elk jaar 1 of 2 keer de Helweek doe. En die heeft een boek geschreven voor de Helweek. Dat heet Genadeloos. En in het boek Genadeloos beschrijft hij heel goed hoe je nou eigenlijk tot jouw doelen komt. En dat heeft te maken met het bepalen van je waardes. Wat vind jij het allerbelangrijkste in het leven? En daar kun je dan je doel op aanpassen. En zo heb je meer kans dat je je doel ook zult bereiken. Als jij bijvoorbeeld heel graag een eigen bedrijf wil beginnen, maar je vindt het ook heel erg belangrijk om zekerheid te hebben, dan moet je echt een afweging gaan maken van wat vind je belangrijker? Wil je voor jezelf werken? Wil je een eigen bedrijf? Of wil je zekerheid? En dan moet je dus tussen die 2 dingen gaan bepalen waar jij meer waarde aan hecht. En zo kan je steeds meer dingen wegstrepen en kom je uiteindelijk tot jouw top 5. Mijn eigen top 5, daar zat zeker weten tussen verder komen met mijn YouTube kanaal. En het is dit jaar echt gelukt en dat vind ik echt super cool. Je moet altijd verder blijven denken. Dus nu, voor dit jaar, is mijn doel om nog groter te worden. Om nog meer met jullie te kunnen delen. Om meer interactie te hebben met jullie. Om ja, gewoon echt een community te bouwen om me heen van vrouwen vooral die echt een beetje hetzelfde denken zoals ik. Of die er echt wat aan hebben wat ik probeer te vertellen met mijn vlogs en die daar wat aan hebben. En dan heb ik natuurlijk nog een volgend doel en dat is nog verder dan dat. En dat is dat ik nog verder wil komen met editen. Dat ik gewoon minimaal 2 keer in de week tijd wil besteden aan tutorials. Gewoon steeds meer dingetjes leren omtrent editen. Omdat ik echt een passie heb voor editen. En ik vind dat gewoon, ja, dat is gewoon uiteindelijk misschien als ik echt een stuk ouder ben. Dat ik dat wil gaan oppakken. En daar ook mijn werk van wil gaan maken. En buiten dat heb ik natuurlijk ook nog mijn privé dingen. Die in mijn top 5 staan. En dat is heel veel tijd en aandacht besteden. En dat doe ik nu ook al. Maar dan ook weer aan mijn dochter en ons zoontje die eraan komt. Ja, want ik weet gewoon, als je tijd en aandacht investeert in je kinderen, dan krijg je dat terug. Dat zie ik gewoon echt aan Yola. Hoe meer aandacht ik eraan besteed, hoe meer ik me verdiep in de juiste tactieken voor opvoeden, haar zelfstandig maken. Dat heeft gewoon direct zoveel effect dat ik er zo gelukkig van word. Dat dat ook echt in mijn top 5 van belangrijkste doelen staat. Yeah. En dan natuurlijk mijn relatie, die staat er ook in. Mijn relatie is heel erg belangrijk voor mij. En ik weet dat het krijgen van een baby best heftig kan zijn voor een relatie. Heel erg zelfs. En ik ga er alles aan doen om dat gewoon goed te houden. En om ons allebei gelukkig en happy te houden. En daarover misschien ook nog wel allerlei video's voor jullie gaan maken, want het lijkt me ook heel erg leuk. En dan mijn laatste belangrijkste doel voor mij op dit moment is orde omheen en om in huis, want ik ben nogal chaotisch van mezelf. Terwijl ik dat eigenlijk liever niet ben. Ik weet hoeveel stress het mij bezorgt en hoeveel rust ik krijg van een opgeruimd laadje, dingen die ik kan vinden.
Ik ben altijd alles kwijt, omdat het best wel chaotisch is bij mij altijd. En ja, ik hoop dat dat in het nieuwe jaar kan gaan veranderen. Ook omdat ik nu voor het eerst alles op één plek heb en niet meer in twee verschillende huizen. Dus ik vind het heel fijn dat we nu echt helemaal samenwonen en ik alles op mijn eigen plekjes kan hebben en maken. Weet je wel? Ook, het hoeft niet allemaal groot te zijn, weet je, als het maar gewoon praktisch is. Nu bijvoorbeeld heb ik geen ringen om. Want ja, die ben ik gewoon kwijt. Ik heb er superveel, maar ik heb geen vast plekje. Dus het kan daar liggen, daar liggen, daar liggen. En dan ga ik niet voordat ik een video ga opnemen denken van oh, ik ga eerst even vet lang zoeken. Alleen maar omdat ik mijn ringen om wil. Nee, dan denk ik gewoon laat maar weer. Dus ja, dat is, that's me. En dat, ja, dat vind ik wel, dat moet echt wel in mijn top 5 voor doelen. Om daar meer aan te doen, omdat ik gewoon weet dat ik er zo happy van word. Ja, en nou, meer keuze heb ik niet, want mijn 5 die zijn al op. Dus ja, misschien dat jij het ook leuk vindt om hierover na te denken. En ook jouw top 5 onderin de video wil zetten. Lijkt mij wel leuk. Laten we gewoon vooral ons best doen om al onze doelen uit te laten komen voor 2018. En zie het gewoon als nieuwe ronde, nieuwe kansen. Die zijn nooit mis. Dus het is toch niet erg om gewoon elke keer weer doelen voor jezelf te stellen. Of eigenlijk vind ik doelen ook veel leuker klinken dan voornemens. Wat zijn jouw goede voornemens? Want ja, voornemen klinkt maar zo als van ja, ik neem het me voor. En dat is het dan. Ja, een doel vind ik gewoon veel lekkerder klinken. Gewoon echt bam, bam. Dat is mijn doel. Daar ga ik voor. En dat klinkt ook alsof van je weet dat het er niet te veel moeten zijn. Nou, super leuk dat je hebt gekeken naar deze eerste video van 2018. Vanaf morgen gaan we weer wat extra andere soort video's doen. En dan vanaf maandag de 8e, dan komt er weer elke dag gewoon een dagvlog. Elke doordeweekse dag. Yes. Dankjewel voor het kijken voor vandaag. Niet vergeten te abonneren, je doelen te laten weten. Duimpjes omhoog. En dan ben ik helemaal blij voor dit nieuwe jaar. Alweer, nu al. Doei! Rock that joint.